Emilio Samsi, inmiddels vaste basisspeler bij Sparta. Maar volgens mij heb jij nog steeds geen contract hier, klopt dat? Nee, dat klopt. Maar we zijn ermee bezig, dus daar wordt aan gewerkt. En ja, zoals het er nu naar uitziet, ben ik voor de komende 2 jaar nog hier voor Sparta. Dus je bent wel in onderhandeling met de club nu over een contract? Ja. Dus je toekomst ligt hier bij Sparta, daar kijk je wel naar uit? Ja, tuurlijk kijk ik daar naar uit. Het is een grote club in de Jupiler League. Grootste historie van heel Nederland natuurlijk. Dus het is mooi voor zo'n club uit te komen. En natuurlijk hier verder door te ontwikkelen. Vooral met de trainers en de spelers die hier rondlopen. Kan je veel ervaring mee opdoen en alleen maar beter van worden. En hoe is dat om je nu te moeten ontwikkelen in een elftal dat niet zo goed draait? Ik wil niet zeggen dat het moeilijk is. Ik zie dat ik mezelf ook ontwikkel. Dus we hebben gewoon een moeilijke periode nu. Maar ja, als groep zijn we vooral 1 geworden voor de afgelopen 2 weken. En ja, dat is het. Dus. En hoe is het dan om voor Sparta te spelen? Frustreert dat op dit moment als je zoveel wedstrijden achter elkaar niet kan winnen? Of heb je er nog wel een goed gevoel bij? Kijk, natuurlijk is het frustrerend, maar ik heb er zeker een goed gevoel bij. En dat hebben die andere jongens ook en de trainers ook. En ik denk dat er nog wat, groots staat te gebeuren. Er staat nog wat groots te gebeuren. Jij ziet nog wel hoop in die promotie naar de Eredivisie? Ja, tuurlijk. Ik denk heel Sparta nog. We hebben in ieder geval een plek in de play-offs, dus het is altijd mogelijk. Je moet nooit nooit zeggen. En het is zo dat je gewoon... Je moet hoop blijven houden en gewoon keihard je best doen. Dan komt het zeker goed. En die ommekeer, komt hij al tegen Telstar? Ik hoop het.